Welke informatie kunt u vinden in de activiteit werklijst in Delpro? In deze video leg ik u uit hoe het Delaval activiteitssysteem u ondersteunt in tochtdetectie en het opsporen van dieren met aandacht. Hoe is de lijst opgebouwd en welke informatie is hier te zien? Ik open de lijst vanuit de dierattenties vanuit het attentiebord. Ten eerste zie je de categorieën waar de dieren onder vallen. Dit zijn onder andere lage activiteit, dieren in een vrijwillige wachtperiode, te insemineren koeien, mogelijk verworpen, afkalvertentie, bewust gerustdieren. En de laatste welke niet zichtbaar is in dit voorbeeld is een attentie bij jongvee. In de kolommen wordt naast het diernummer, het lactatienummer, het aantal dagen in lactatie, de verhoogde activiteit weergegeven in plusjes met een maximum van 3, het juiste inseminatiemoment, met kleuren groen het juiste inseminatiemoment, oranje te vroeg, rood te laat, met daarbij de uren vanaf start verhoogde activiteit. Daarbij wordt de complete analyse door Delpro uitgevoerd en krijgt u koerspecifieke acties getoond in de kolom SOP inseminatie. Adviezen die daardoor worden gegeven zijn onder andere een zeer betrouwbare attentie, blind insemineren, onregelmatig cyclus of controleren op gezondheid. Door het zelflerende systeem te voorzien van informatie, zoals een tocht te bevestigen, neemt de betrouwbaarheid van de voorspelling nog verder toe. In de kolom opmerkingen wordt daarnaast door Delpro nog extra attenderingen gegeven op afwijkingen om vals positieve attenties te voorkomen. De werklijst geeft aan voor welke dieren actie nodig is. In bepaalde gevallen kan het analyseren van de activiteitsgrafiek helpen de juiste handelingen te doen. De blauwe lijn toont de relatieve activiteit. Ligt deze rond de 100%, dan gedraagt het dier zich volgens haar historisch patroon. Het paarse vlak toont de lage activiteit. Het dier laat een tocht zien door de verhoogde activiteit en daartegenoverstaand lage activiteit. Deze wordt bevestigd door de veehouder als een tocht en rond 21 dagen later laat het dier weer een tocht zien. Door het bevestigen van de veehouder van de vorige tocht wordt door de werklijst het advies voor blind insemineren gegeven. Dus met de activiteit werklijst hebt u altijd uw dieren in beeld welke aandacht nodig hebben voor vruchtbaarheid en gezondheid.